Vandaag ga ik voor jullie proberen een heel chill potje neer te zetten met de VMP Submachine Gun natuurlijk. Als het gaat lukken, dan ga je nu in deze video zien. Dus, let's go! Hey, ik ben Chesso, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Chesso, vandaag spelen we een potje TDM op de map Stronghold. Ik speel met de VMP, wat toch nog wel met de CUDA samen denk ik wel een van mijn favoriete wapens is. Oké, fuck you. Maar, ik speel met de Extended Max en de grip erop natuurlijk. En de mooie Storm Camo. Want Storm Camo is echt awesome. Die beweegt heel erg mooi. Al vind ik het zelf. Oké, hem kan ik dus niet pakken. En hij kill me weer. Oh, wat een flikker, wat een flikker, wat een flikker. We staan 0-2. Shit. Wat ik op dit potje wil proberen. Is gewoon lekker mijn streak te halen. En een paar mooie kills met de Sparrow op te pakken. We gaan wel zien of dat gaat gebeuren natuurlijk. Laat dan maar even je blauw duimpje omhoog achter. Ik ga één deze... Daar ga ik ook weer Call of Duty Black Ops 3 opnemen. Holy shit, teammate heeft me gesaved. Of Black Ops 2 opnemen. Daar hebben we weer zin in een keer. De support op de Black Ops 2 video van anderhalve week geleden of zo. Is echt insane, jongens. Thanks daarvoor natuurlijk. Dus ik ga het gewoon weer voor jullie opnemen. Maar nu eerst even dit potje natuurlijk proberen mooi te spelen. En even onze hater te droppen. We hebben bijna onze UAV binnen. Dus het zou mooi zijn als we die kunnen halen. Oké, dat is de UAV. Dat is al een beginnetje. Oké, die hebben die enemies dus nu ook, maar ik heb Ghost. Ik vind het gewoon heel erg fijn om met Ghost te spelen als ik eerlijk ben. Oké, kijk, nu heb ik een counter, dus hun weten niet dat wij hier nu zijn. Dat was het doel natuurlijk. Kijk, en dan kunnen we nu doorgaan voor ons hater. En ik ben dood. Oké, we beginnen weer opnieuw. Ik pak mijn sperren er eventjes bij. Maar, ja, zo snel kan het dus gaan. Zo, dat is één. De Sparrow was in de beta echt gewoon super overpowered, jongen. Echt was... Dat was niet normaal. Hij is nu ook nog wel sterk. Wat hebben de enemies? Ik heb het niet gehoord. Wat hebben de enemies? Ben ik nou... Ze hebben een lightning? What the fuck? Wat hadden ze nou net dan? Ik weet het niet. Het zou wel aan mij liggen. Ik heb in ieder geval een counter. Dus als ze nu een hater hebben, hebben ze dat niet meer. Oké, ze hebben mijn UAV eruit geknald. Ik zou wel gewoon dood zijn geweest, denk ik. Die met hem zo hard gesaved. Thanks teammate, I love you. I love you my bro. Ik heb een hater. Oh boy! Here, get on mate. Get on mate, woohoo! Hij gebruikt zijn glitch echt goed. Thanks teammate, holy shit, wat gaan we lekker jongens. Ik heb een nieuwe hater. Holy shit, wat zijn we aan het doen jongens. We kunnen misschien wel nuclear halen. We kunnen het. Laten we het proberen. We staan 30-3. Holy shit. Alsjeblieft. Ik ben dood. Ik zat op een 25 streak, jongens. Besef het. Een 25 streak. Oh, jee, jee, jee. We hadden hem bijna.
Dat had ik nu nog 4 kills gemoeten. 3, 2, 1. Oh my god. En dan hadden we hem gehad. We hadden hem gewoon gehaald, jongens. Dit is zo zuur, hè. Oh. We gaan wel echt lekker. Ik zei in het begin dat we gingen proberen om een chillpotje neer te gaan zetten. En dat zetten we ook echt neer. 40 om 5 in TDM. Woo! Dit heb ik gemist, jongens. Serieus. Ik maak niet heel veel gamevideo's meer. Maar ze komen, er komen ongeveer 3 of 4 gamevideo's per week. En dan 4 of 3 praatvideo's ligt eraan. Maar hoeveel ik per week aan gamevideo's upload. Maar ik wil gewoon een beetje die variatie erin brengen. En dat gaat goed komen. Maar dit... Jongens, wat deden we met de enemies? Wat de fuck deden we? Oh, over mijn rug. Oh, hij zat daar aan de silence, dus ik hoorde hem niet. Jammer dit, jammer dit, jammer dit. We hadden gewoon een nuclear. Ik vind het een nuclear, want we hebben gewoon die brutal en dan nog 5 kills erachteraan. We hadden gewoon een nuclear. Maar we gingen om 25 stuk dood. We hebben een heel chill potje neergezet. 41 om 6 is ons eindgekomen met een 6.83 kill death ratio. We 4 assists natuurlijk. Maar mocht jij natuurlijk nou genoten hebben van deze video, laat dan je blauwe duimpje omhoog achter. Helpt mij natuurlijk enorm. Abonneer hier beneden voor meer video's op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur precies bij weer een nieuwe video, jongens. Zoals ik al zeg, thanks for watching. Tot morgen. Doei.